Hallo, lieve mensen. Ik zal jullie even omdraaien, want naar mijn spiegel kijken is nou ook nog niet. Oh. God, ik heb de verkeerde kant op. Ik heb nog eens mijn nagellakstash aan jullie laten zien in artikelvorm. Maar eigenlijk was ik daar niet zo heel tevreden over, omdat je... Sorry, mijn haar zit niet. Omdat je... Eigenlijk, de foto's waren heel slecht en ik had ze toen destijds gemaakt met mijn mobiel. Maar ja, ik was gewoon niet tevreden over het feit hoe, ja, hoe dat eruit zag. Dus ik ben eigenlijk, het kwam ineens in me op om het dan maar gewoon in videovorm te gaan doen. Dus dat wilde ik heel graag even met jullie gaan doen. Ik heb even al mijn... Hallo Energy. Geen reclame voor de Energy. Ook geen reclame voor McDonald's. Maar ik heb ze allemaal even in kleine groepjes verdeeld. Zoals je wellicht kan zien. En ja, ik heb een aantal lakjes heb ik hier niet. Dat moet ik ook alvast even zeggen. Dus als je denkt van ja, maar ik wist dat je van dat merk heel veel lakjes had. Of wat meerdere lakjes dan. Weet je waarom ze er niet zijn? Ik heb ze hier gewoon even niet. Ik heb ze bij mijn vriend liggen. En ik had ze hierin gedaan, in de Glossy Box. Maar ja, ik heb ze nu even uitgestald. En ik ga even met jullie alle groepjes even rustig maar langs. En dan laat ik jullie even zien welke ik heb. Oké, laten we beginnen met de, ja, ik noem ze een beetje verzorgingsproducten. Ik heb nog een whitener bij mijn vriend liggen, die is van Essence. Maar dit is hetgeen wat ik hier heb liggen. Dan begin ik met deze. Ik ga ze niet van dichtbij houden, want kijk, hij focust echt voor geen meter. En ik denk dat hij dat nooit van zijn leven zal doen, terwijl ik hem echt op macro heb. Maar dit is de nail whitener van de HEMA. Zoals je kan zien, er zit nog maar een heel klein bodempje in. Dat komt omdat ik hem echt heel veel heb gebruikt. En ja, daar zat 11 ml in. En eigenlijk vond ik hem een beetje te duur om. Of te duur. Hij was 3,50 en een nail whitener ergens anders kost wel wat minder. Maar hij was verder wel heel goed. Dan heb ik hier een roze base coat. En die zat ergens in een pakketje wat je dan krijgt met drie van die nagellakjes voor een French manicure. Deze is nog overgebleven daarvan. Dan heb ik weer zo'n French manicure spulding. Ook van Miss Sporty. Of ook van Miss Sporty. En dus ook gewoon zo'n roze. En ik vond babyroze gewoon mooi. Dan heb ik hier een nail whitener van Heron. Misschien wel kent van een artikeltje. Met een bokpootje erboven. Heel handig. Ja, ik ben eigenlijk heel blij met deze ook. En ja, hij staat hier. Maar ik moet allemaal nagellakjes nog meenemen. Dus dat komt toch wel. Dan heb je deze van de Kruidvat eigen merk. Die heb ik één keer gebruikt of zo. Of twee keer gebruikt. En eigenlijk is hij niet veel anders dan die. Maar dat kan je wel teruglezen in een artikeltje op mijn site. En dan heb ik de Sealing Top Coat van de Fruity Collection van Essence. En deze zorgt ervoor dat deze dingetjes. En dit zijn. Ik zal even de camera neerzetten en even laten zien wat het is. Zit ook een klein dingetje bij. Dit zijn van die kleine. Fimo. Ja, hoe heet het die dingen nou? Fimo stukjes. Dat zou nooit van zijn leven natuurlijk even in focussen. Nee. Oké. In ieder geval, het zijn kiwitjes en aardbeidjes en dat soort dingen. Zit bij passende lijm bij die ik niet gebruikt heb. Maar oké. Dan gaan we over naar het volgende deel. En het volgende zijn deze twee nagellakjes van Rimmel. En die heb ik toegekocht, want ik vond ze heel leuk en zo. En dit is de Rimmel London Pro Professional Finish.
prima lakjes. Verder met het volgende. Dan is hij heel eenzaam en alleen één nagellakje van Catrice overgebleven. En oh mijn god, hij focust. Oh, oké. Okay. Dit is de kleur. Wow. Even kijken of ik hem kan laten zien. Nee. 17 Dolce en Havana. En dit is een mooie chocolaakleur. En zoals jullie weten, ik heb nog meer nagellakjes van Catrice. Maar die heb ik dus niet bij me. Of tenminste, die liggen bij mijn vriend. Die zal ik wel in een artikeltje plaatsen. Dan komt daar nagellakstash deel 2, denk ik zo. Volgende naar dit groepje. En dit groepje, zoals je ziet, is dit een best wel grote groep eigenlijk. Oh, tuurlijk, laat maar weer vallen. Dit is de groep van Miss Sporty nagellakjes. En ik was vroeger echt helemaal gek van Miss Sporty nagellakjes. Eigenlijk nu nog steeds hoor. Ze zijn zo lekker voordelig. En ik zal even heel snel er doorheen gaan. Ik heb hier 2 gouden. En ik zal een beetje in het licht gaan zitten met ze. Want dan kan je het wat beter zien. Oei. Oké. Deze 2. Dit is even kijken. Dit zijn nummertje 312. En schot is dit ook 312. Maar dit is de Clubbing Colors. En dit is de gewone, zeg maar. Maar ja. Oh nee, is ook de Clubbing Colors. Ik weet eigenlijk niet waarom ik er 2 heb. Maar ik vind het leuk om er 2 te hebben, denk ik. Dan heb je een Bright Orange. En dit is nummertje 303. Hele mooie oranje. De hele mooie oranje kleur. Wil je zinnen afmaken. Wat wel zo is. Is dat. Niet alle. Nagellakjes van. De. Miss Sporty collectie. Dekken goed. Dit is een beetje een wit grijzige. Oh. Ik zal jullie even wat meer uitzoomen. Dit is een wit-grijzige kleur. Ik snap niet waarom die hier wel scherp is. En als ik hem dan dichterbij doe, dan pakt hij hem niet. Geeft niet. Dit is een hele mooie. Dit is een hele mooie donkerblauwe kleur. En ik heb zo één heb ik ook. Maar dan van MNY. Maar deze is heel mooi. Oh, dit was trouwens nummertje 70. En dit is nummertje 314. Dan heb ik van hetzelfde type van deze. Heb ik ook een zilveren. Heel leuk voor de kerstdagen. Zit wat opgeplakt. Ik weet niet waarom. Dat moet er eigenlijk af. Maar goed, dat geeft niet. En dit is het nummertje 311. Dan. Is deze. Nou, die heb ik ook echt tot. Ik krijg er niks meer uit. Hij moet eigenlijk ook weg. Maar ik kan niet afscheid van hem nemen. Dit is nummertje 110. En een hele mooie lichte kleur. Die ook goed dekt trouwens. Dan hebben we hier een hele mooie kleur. Wat altijd verkeerd overkomt op de camera. Dit is namelijk een groen. Het is geen blauw. Het is groen. En zoals je kan zien. Heb ik er geen labeltje meer op. Dus ik weet ook niet welk kleurtje dit is. Dit is dan wel een blauw. Een glitterige blauw. Ik ben er niet helemaal gek op. Maar ik heb hem wel flink gebruikt. Zoals je misschien wel kan zien. Sorry. Zo. En dit is nummertje 305. Dan hebben we hier een glitterige nude. Oh, sorry. Een glitterige nude. En dit is nummertje 355. Dan hebben we hier een hele, hele mooie taupe kleur. En dat is nummertje 415. Ik ga even 2 tegelijkertijd pakken. Dit zijn 2 verschillende roze kleurtjes. Misschien kan je bij deze in het licht wel goed zien dat hij een beetje een paarse gloed heeft. En dit is daarom ook 380. En dit is echt een salmkleurtje. Salmroze. En dit is nummertje 370. Dan. Deze hoort eigenlijk bij de topcoats, maar. Als je ombre nails ooit hebt gemaakt, zoals je kon zien in een filmpje van mij, weet je dat je topcoat er eigenlijk een beetje aangaat. Zo ook bij deze. Dit is nummertje geen.
discotheek. Ja, het was een topkoutje, maar is niet helemaal, iets niet helemaal goed gegaan. Dit is een hele mooie rode kleur. En dit is nummertje. Focus die? Nee. 60. Heb ik nog zo'n mooie rode kleur. Volgens mij zijn het bijna dezelfde kleuren. Maar daar staat geen nummertje meer op. Als je kan zien. Dus die weet ik even niet. Dit is een orangey rood. Ook echt heel mooi. Goed dekkend ook. 304. En mijn felblauw. En dit is nummertje 320. Op naar het volgende. Ook dit is een redelijk grote groep. Dit zijn mijn Essence nagellakjes. En dit zijn echt niet alle Essence nagellakjes die ik heb. Maar de rest zie je in videovorm. Of in artikelvorm. Laten we maar gewoon snel met deze gaan beginnen. Van de Nude Glam Collection. Heb ik er eigenlijk vier. Ik heb er nog één bij mijn vriend dus. En dit zijn, eens even kijken. Dit is een hele, hele lichte nude. Eigenlijk vind ik hem nog te licht zelfs. Maar dit is 03 Cookies and Cream. Ik vind de namen van Essence altijd zo heerlijk. Dan hebben we hier een roze. Sorry. Heb ik jullie weer ingezoomd of zo? Nee, oké. Okay. Een roze. Een lichte roze. Die trouwens niet zo heel goed dekt. Dit is nummer 2 Iced Strawberry Cream. En dit is Toffee on Top. En ik weet dat ik nog de donkere nude heb bij mijn vriend. En die heet 07 Café Olé. Dat weet ik aan mijn hoofd. Dan heb ik een zwart. Altijd van toepassing een zwart. Ik heb nog een zwart, maar die heb ik hier dus niet. Maar deze van Essence heet 21 Fabulous. Misschien kun je dat wel een heel klein beetje lezen. Ik wil echt gewoon dat dit ding gaat focussen. Maar hij heeft er niet zoveel zin in. Focus. Oké. Okay. Dan heb ik hier twee kleurtjes die best wel veel op elkaar lijken in het donker. Maar dit is een beetje een rood-bruinige kleur. En die is echt heel mooi. Dit is nummer 12 Fairy Diva. En dit is een mooi paars. Ik zal hem even beter laten zien. En dit is 07 Rocket Baby. Dan weer een oranje. Ik weet niet, ik heb deze toen gehad. Een keer een hele set gehad. Dus ik heb geen idee. En dit is 09 Get the Fever. Dan heb ik van de... er was toen een collectie en die heet Go Snow. Daar heb ik alle drie de nagellakjes van. Dit is 01 Snow Bunny. Deze groen is 04 Alpine Snow. Dan heb ik ze dus niet allemaal, bedenk ik me het. En deze ligt... Oh, sorry. Ja? Nee. Sorry, mijn vriend riep me. Ja, ik kom er zo aan. Sorry voor de onderbreking. Dit is 02 Frostbite. Dan heb ik van de Fruity Line, zoals die andere dingetjes, heb ik ook een hele mooie, sorry, zalmkleur. Misschien is het handig als ik het gewoon neerzet en het gewoon zo laat zien. Ja, oh, yeah, kijk. Dit is, hoe heet jij? Waarom staat er bij jou geen naam? Ik ga even kijken of er een naam op staat hoor. Nee, hier staat geen naam op, maar dit is de licht zalmkleur. Ik denk trouwens dat jullie de kleur helemaal niet zo goed zien als jullie zo houden. Aha. Dan heb ik er nog vier in petto. En dat is deze kleur. En die vind ik echt... Sorry dat ik het zeg, maar het lijkt een beetje op een oude wijfkleur. Dit kleurtje is rood met glitters. Daar vind ik niks aan. Maar dit is Elf So Glamorous. En ja, soort van... Het moet wit voorstellen, maar het is een beetje... ja. Ivory, zeg maar. En deze heet White Secret 02. Dan deze. Deze is heel cool. Deze heeft heel veel glittertjes. En deze is 04 Space Queen. Oeh, en weer zo een met van een paarsige gloed erin. En dit is 08 Ultimate Pink.
Dan heb ik voor jullie nog 2 groepjes. Dus we gaan snel verder. Dit zijn mijn lakjes van Paris Memories. En ik zie dus nu dat ik 2 roze heb. Waarom? I don't know. Hebben deze dingen ook een naam? Natuurlijk. Dit is nummertje 238. Ik raad het zo dat hij me niet focust. Oh, hij staat echt op macro, hoor, jongens. Maar... zie je, als ik te dichtbij kom, wil het niet. Oké. Okay. Dan heb ik hier nummertje 254 en die zit vol glitters. Maar ik gebruik hem eigenlijk nooit, want het is zo irritant om glitters weg te halen. Maar er komt binnenkort een filmpje van online hoe je dat kan voorkomen. Dan heb ik hier nummertje 204 volgens mij. Ah, jullie zien het. Nou ja, oké. Okay. Heb ik een doorzichtige nagellak en dat is nummertje 201. En hier ook weer zo'n hele mooie glitter. Maar oh, zo vervelend om weg te halen. En dit is nummertje 235. Nee, 53, sorry. Dan zijn we geëindigd bij mijn random... proberen om alles in één keer weg te schuiven is heel lastig. Mijn random... setje. Je hebt hier een hele mooie glitter van La Femme Beauty. En daar heb ik nog een gouden glitter van. En een wit en een zwart. Maar die heb ik dan nu niet. Zit hier ook naam op? Nee. Nou, deze heeft geen naam. Maar het is gewoon een ik noem het eigenlijk meer een topcoatje. Dan een echt glitterige nagellak. Want hij is niet echt goed dekkend. Dan zit er deze bij. Deze is eigenlijk volgens mij niet eens van mij. Maar dit is de Crackle Topcoat. Van Max van de Action. Dan mijn enige OPI nagellak. Want ik vind ze gewoon een beetje te duur. Naar mijn mening. Dit is... hoe heet jij? Gargantuan Green Grape. Nou. Perfect, toch? Dit is hem. Een hele mooie lichte kleur. Ik ben nog wel van plan om meer te halen, hoor. Maar dit zijn 2 nagellakjes. Ja, die heb ik van mijn oma toen gehad. Van Ariana of zo. Of Ariana. Ik heb geen idee. Als je een M voorzet, heb je mijn naam. Maar dit is nummertje 49. En het is een donker rood-bruin. Vind ze eigenlijk helemaal niks. Maar... en dit is een beetje een donker paars-rood. En dit is nummer 94. Vind ik eigenlijk helemaal niet zoveel aan. Maar... oké. Dan heb ik hier van Cinecittà make-up. Italiaans merk ook. Toch? Ja. En dit is een hele mooie. Volgens mij is dit nummertje 8. En deze is op zich wel mooi. Maar ik draag hem niet vaak. Want ik vind andere kleurtjes toch leuker. Dan heb je deze van de Color Institute. En dat zijn van die... koffers die je dan wel eens krijgt. Nou, dit is dan ook zo'n donkere kleur. Ik moet eigenlijk gewoon kleurtjes die ik niet draag wegdoen. En dit is gewoon een licht roze. Hier staan geen namen op. Of wat dan ook. Of nummers. Dan hebben we... wat hebben we nog meer? Deze, nummer 35. En dit is... Danila of zo. En deze komt ook uit Italië in ieder geval. Maar... dit is een hele mooie dekkende rood. En dekt gewoon echt in één keer. Alleen een beetje vervelend om weg te halen. Dat is moeilijk. Dan heb ik nog een rood. En deze van DA. Eigen merk. En dit is nummertje 006. En deze heeft wat meer laagjes nodig. Maar hij is wel mooi. Dan, deze hebben we in de glossy box gehad. En dit is Golden Rose. Nummer 75. Een hele mooie zalmkleur. Van Manhattan Quick Dry. Ja, ik heb geen idee waar ik... deze heb ik ook een keer van mijn oma gehad. Ik heb geen idee. Maar dit is nummertje 103. En dat is een grijs met glitters. Dan heb ik deze van Black Oni Nail Polish. En ik weet dat deze van de Zeeman komt. Dacht ik. Aha. En hier staat verder ook... oh ja, 245 deze. Een licht pearly kleur.
En dan hebben we deze als allerlaatst. Effect Nails. Dit is van de Ethos, eigen merk. En dit is nummertje B049, kan dat? Ik heb geen idee. Een effect neeltje. Oh nee. 221, of 021. En dit waren mijn allemaal nagellakjes. Zoals ik al zei, ik heb een heleboel hier niet. Hallo, ik zal even gewoon tegen jullie gaan praten. Ik heb hier een heleboel niet. Dat komt wel. Ik zal er morgenavond wel even een artikeltje over maken. Dus dat kan je vinden in het artikeltje morgenavond. Overigens komt er binnenkort een unboxing filmpje van een webshop, een Nonique.nl. Die hebben mij die gaan mij een pakketje opsturen. Ik heb daar mee gemaild en die sturen mij een pakketje met producten op. Vind ik heel leuk om te ontvangen. Sorry, ik hou jullie echt scheef. Oké, en voor nu zou ik zeggen, het is nu 10:45 bij mij. Ik ga nog even lekker voetbal samenvatten en nakijken. Ajax heeft gewonnen. Hiep hoi. En dan zie ik jullie heel graag weer terug bij een volgend filmpje. Suggesties, vragen, even hieronder op mijn site of beautyinamoment@gmail.com. Ik heb mijn site aangepast, dus als je die nog niet hebt gezien, ga er even heen. En ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!